Dag beste maloten, dag beste tunnelvisionairs. Welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal van WIDMTV. Mocht je hier nieuw zijn, abonneer dan eventjes. Dan blijf jij altijd op de hoogte van het laatste molnieuws. Het is woensdag. Tijd voor een nieuwe niet de mol video. Voor mij nog altijd de beste manier om de mol te achterhalen. Iedere woensdag neem ik de aflevering nog één keer met je door en kijk ik wie zich kandidaats gedraagt. De kandidaat die het minste niet de molpunten krijgt, zou dan dus de grootste kans maken om de mol te zijn. In het verleden hebben we met deze manier van kijken vaak de finalisten kunnen aanwijzen, waaronder dus ook de mol. De eerste paar afleveringen zijn echter altijd lastig, maar hoe verder dat we komen, hoe meer dit lijkt te gaan kloppen. Laten we dus heel snel beginnen. Wij gaan vandaag niet de molpunten verdelen voor aflevering 2 getiteld Kunstgreep. Voor we beginnen, deze manier van kijken is dus nooit waterdicht en ik geef hier in mijn eentje punten aan kandidatenacties die ik denk te zien. Dit hoeft natuurlijk niet jouw kijk te zijn, maar laat dat de zoektocht vooral niet stoppen. Aflevering 2 had, min of meer net zoals aflevering 1, maar twee echte opdrachten. Wat het kijken naar kleine details een stuk prettiger en een stuk makkelijker maakt. Opdracht 1 met de titel Stalen Zenuwen was een bomvolle opdracht. Om in deze opdracht niet de molpunten uit te delen, grijp ik eventjes, voor we dat dus kunnen doen, naar twee comments van forumleden van wieisdemol.com, die denk ik beide samen het beste samenvatten hoe ik deze opdracht bekijk nu, na een paar dagen erover nagedacht te kunnen hebben. Wat een zin. Allereerst de comment van Martin J. Hij zegt: zoals ik de opdracht begrijp, moet de mol zijn stinkende best doen. Want stel dat ze bruto net onder de helft zitten met de inkomsten, zeg 1400 euro. Dat bedrag komt dan gegarandeerd in de pot. Scoren ze een bescheiden bedrag meer, zeg 1700 euro, en Sarah haalt de 90% zoals het geval is, dan is 90% van 1700 euro 1530 euro en komt er netto, maar 1700 min 1530 is 170 euro in de pot. Vergelijkbare rekensommen kun je maken voor het geval dat Sarah maar tot 80% komt. Kortom, zorg ervoor dat je ruim boven de 1500 euro zit, zodat Sarah geld uit de pot kan spelen. Dan komt er maar een paar honderd euro in de pot, in ieder geval minder dan 1500 euro. Alleen als Sarah er echt niks van bakt en bijvoorbeeld onder of ver onder de 50% blijft steken, dan kan dat flink wat gaan kosten. Maar gezien het belang dat er voor haar op het spel staat, zal ze echt wel in de buurt van die 100% komen. Zo moeilijk was die spiraal nu ook weer niet. En dan de reactie van Lo op dit bericht, ook van het wieisdemol.com forum. Lo reageert: ik zag Soy en Nabil hun stinkende best doen. Echt de longen uit het lijf. En de goede tactiek, door zich op het eind niks meer aan te trekken van de drone. De groep had namelijk nog zoveel levens, de tijd was belangrijker daar. Er is volgens haar wellicht iets te zeggen voor de tactiek van Anke. Namelijk de eerste 20 minuten niks doen en eens even proeven hoe het gaat. Om zo in te schatten of je veilig kan gaan voor 1700. De uitkomst is nu dramatisch slecht voor de mol. Welke tactiek die ook gebruikt heeft, het pakte blijkbaar verkeerd uit. En Sarah niet terug in het spel, maar wel 1300 euro verdient. Grappig momentje was na de schok die Soy kreeg, dat Soy vroeg aan Aniek of ze nog even naar boven wilde rennen om te zien welke pot dat daar stond, welk bedrag. Waarop Aniek zegt: nee joh, niet belangrijk. Onmols, want het was wel belangrijk dat ze wisten dat daar die 1500 euro zat. Als ze daar één forse lading balletjes in hadden gegooid, hadden ze, de mol en Sarah, het net gehaald. Aan de 500 bak hadden ze helemaal niks, maar ik denk dat de mol het intussen al had opgegeven op dat punt. Na mijn hints en theorieën video en na Tunnelvisie de podcast en het lezen van meerdere inzichten van verschillende mensen hierover, laten deze comments van Lo en van Martin J. voor mij perfect zien hoe ik er momenteel over denk over die opdracht. Daarmee zijn dan Soy, Nabil en Anke, zoals ook Lo zegt, voor mij te mogelijk verdacht deze opdracht. En ik ga ook met Lo mee in de comment over Aniek. Die zegt niet naar boven te hoeven. Niet de molpuntje voor Aniek dus.
Dan hebben we over Jurre, Ranomi, Sander en Daniel. Jurre en Sander doen er meer dan een kwartier over om überhaupt een brancard te bemachtigen of om brancards te vragen. Wat mij nog steeds doet afvragen wat de hel ze die eerste 20 minuten hebben staan doen. Maar goed, misschien komen we daar in aflevering 10 wel achter. Geen punten voor hen hier. Te verdacht of dezelfde tactiek als Anke qua afwachten hoe iedereen ervoor staat. Dan blijven over Daniel en Ranomi. Die scheppen er in het begin heftig op los en proberen zo snel mogelijk zoveel mogelijk te verdienen. Dan zou Ranomi hier dus de tactiek van Mol kunnen hebben, zo snel mogelijk zoveel mogelijk verdienen, tot iets boven de 1500 euro. Dus nog geen Mol niet puntje hier voor Ranomi. Daniel die gaat kokers spotten en spot dan een koker van 1000 euro en een van 500 en kiest voor een koker van 1000. In zijn eigen woorden, de sweet spot. Ja, als hij de Mol was geweest en de tactiek had gehad die we net besproken hebben, dan had hij voor de 1500 euro moeten gaan en iedereen kunnen aansporen om daar zo snel mogelijk zoveel mogelijk kogeltjes in te doen. Dat doet hij dus niet. Dus een niet de molpuntje hier voor Daniel, omdat we vinden dat dit kandidaats is dan. Ik ga het nog een keer zeggen. Je hoeft het natuurlijk absoluut niet met me eens te zijn qua puntenverdeling, maar dit is hoe ik het op dit moment zie en lijkt mij het meest kloppend en de meest eerlijke manier van punten verdelen bij deze opdracht. Opdracht 2, propvol. Ook een pittige opdracht qua wie er nu wel en wie er nu niet verdacht was. Bij deze opdracht ga ik uit van al jullie reacties die jullie onder al mijn video's over aflevering 2 tot nu toe hebben gezet. En wat jullie hier van de kandidaten vonden. Gemixt met een klein beetje van mezelf natuurlijk. Eerst de groep in de propshop. Aniek, Sander, Ranomi, Jurre en Nabil. Aniek staat weer lekker flink te klungelen, maar dit wordt ook als zodanig in beeld gebracht door de manier waarop Sander haar aanspreekt bij het pakken van een voorwerp. Verder doet ze eigenlijk ogenschijnlijk gewoon goed haar best om te pakken wat iedereen aangeeft. Dus, wat mij betreft, een mol niet puntje voor Aniek. Sander dan, die roept bij de rebus veel totaal belachelijke mogelijke antwoorden, wijst Aniek dus terecht om haar traagheid, terwijl hij daar op dat moment zelf toch ook niks bijdraagt om er de vaart in te houden. En komt ook niet echt met hele goede voorstellen deze opdracht. Geen puntje voor Sander. Ranomi die kiest een gigantische vis om een vogel te representeren. Beetje gek. Verder bij de rebus is zij de eerste die direct een verkeerd antwoord roept. En ook merk ik hoe meer ik naar haar blikken en haar reacties kijk, dat ze altijd eventjes kijkt hoe alles valt bij haar medekandidaten. Hoe haar medekandidaten reageren. Dit denk ik dus te zien. En dat hoeft niet een feit te zijn. Geen puntje voor Ranomi nog. Jurre, die draait constant de telefoon en gaat mij niet vertellen dat hij niet doorheeft hoe dat moet. Als mol zou ik dit gewoon doen, zonder overleg. Hij blijft maar overleggen bij elke stap. Dus dit vind ik best wel een lastige. Laat hij iedereen meekijken, zodat hij later kan zeggen, de keus maakten we met z'n allen. Ik vind namelijk zijn gedrag zelf in ieder geval niet overdreven mols. Dus bij deze opdracht, wat mij betreft, een mol niet puntje voor Jurre hier. Nabil dan, niet super aanwezig deze opdracht, maar net voor één van de eerste foto's die met die muurschildering met die duif recht boven de man, komt hij nog even in de laatste seconde voordat de foto gemaakt wordt met een topstuk voorop de foto, die blauwe vlag. Die het vinden van de juiste muurschildering daardoor, wat mij betreft, een heel stuk makkelijker zou moeten maken. Niet de molpuntje voor Nabil hier. Ja, en dan de andere groep waar we alleen maar hoeven te kijken naar Anke, Soy en Daniel, gezien Vrouwtje is afgevallen. Anke en Soy die spannen onder één hoedje en schieten gewoon lekker veel in extreem korte tijd zonder te overleggen met de rest. De eerste keer doen ze dit nog wel een soort van en daarna gaan ze gewoon maar door. Geen punten voor hen hier, iets te verdacht. Dan Daniel. Ja, daar zijn de meningen onder jullie en onder mijzelf heel sterk over verdeeld tijdens deze opdracht. Hij wijst constant iedereen terecht op foute keuzes, wat heel erg kandidaats is. Ook maakt hij de enige juiste foto, geheel tegen het besluit van de rest van die groep in. Ook superkandidaats. Maar nu, de rebus. Er moest minstens één correcte foto worden ingestuurd, wilde de andere groep überhaupt aan de rebus mogen en kunnen beginnen.
En probeert hij hier niet gewoon als mol goodwill te kweken, terwijl hij toch al ziet dat de hele opdracht gaat mislukken. Ik moet zeggen, hoewel dit best wel een reële mogelijkheid is, doet hij deze opdracht gewoon super kandidaats op beeld. Dus daarom, omdat we nu eenmaal op die manier kijken nu, toch een niet de molpuntje voor Daniel hier. En daarmee is het alweer tijd om de balans op te gaan maken na dus twee afleveringen nu. We nemen de punten van aflevering 1 ook weer mee. Die blijven natuurlijk gewoon steeds staan. En dat vormt het volgende beeld nu voor de mol niet. Volgens onze puntentelling zijn op dit moment Daniel met 4 mol niet punten en Aniek en Soy met beide 3 mol niet punten het minst waarschijnlijk de mol. Of het meest waarschijnlijk een kandidaat. Ranomi en Nabil met beide maar 1 mol niet punt zijn nu het meest waarschijnlijk de mol. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is een uitkomst die ik niet per se verwacht had na deze aflevering. Daarom nog steeds een toffe manier van kijken naar de aflevering wat mij betreft. Velen van jullie hebben het ook over de nieuwe manier van editen en alle dingen die veranderd zijn in Wie is de Mol dit jaar. Zou het kunnen dat de makers de mol in de eerste paar afleveringen kandidaats laten overkomen? Dat is wat mij betreft zeker een mogelijkheid en zelfs als dat zo is, dan trekt dat zichzelf later in de punten wel weer recht. Dus daar maak ik me op dit moment totaal geen zorgen over. Nou, vooruit dan voor de laatste keer. Dit is geen waterdichte theorie. Maar dicht bij de waarheid komen we met deze manier vaak wel. Abonneer even, daar help je mij gigantisch mee. En mocht je nu nog kijken, allereerst dank je wel. En laat dan eventjes een comment achter met jouw favoriete Wie is de Mol kandidaat. Dan krijg je van mij een commentkoekje. Nou, wat leuk. Wat leuk. Dank voor het kijken, maloot. En tot... Zeg het maar mee. Precies. De volgende keer.